Goedemorgen, het is 10 voor 11 en ik heb zo lekker geslapen. Het is tijd om te beginnen aan de clean zesdaagse. Woep woep. Dit is mijn ontbijt, alleen fruit, want ik ga meteen sporten. Ik merk dat als ik later op de dag ga sporten, dat ik mezelf sowieso helemaal gek loop te maken in mijn hoofd. Dus als ik gewoon aan het begin van de dag dat achter de rug heb, dan ben ik de rest van de dag veel rustiger. Heb ik ook meer energie, moet ik zeggen. Ik bedacht me net, misschien vind je het leuk om mee te doen. Als je het niet leuk vindt om mee te doen, weet je, niks moet, alles mag. In deze video's kan je dan al precies zien hoe ik heb gesport. Ik zal de video's hieronder linken, voor zover ik die heb. En je kan natuurlijk zien wat ik heb gegeten. Ik zorg ervoor dat op de zaterdag dat je dit ziet, dat er een video online staat over wat is clean eating. Zodat je daar een beeld bij hebt. Voor het geval ik iets maak waarvan je denkt van, hoezo is dat clean? Dan heb je daar al een uitleg bij en kan je daar misschien ook, ja, een beetje in je eigen weg in gaan, om het zo maar te zeggen. Als je het leuk vindt om mee te doen, als je het niet leuk vindt, joh, dan heb je gewoon normale vlogs. Mijn ouders komen zo meteen langs en Steven en ik gaan vanavond waarschijnlijk de stad in, naar de bioscoop, om Entourage te zien. Woep woep. Let go, wordt een leuke dag. Wat hou ik van Cassie workouts. Dit zijn twee van mijn alle favoriete workouts. Mocht jij deze nou niks vinden, zoek dan een workout die je leuk vindt. Dat is zo belangrijk dat je als je traint, dat je iets doet wat je leuk vindt. Want anders doe je het elke keer maar tegenzin. En ja, sporten gaat mij al niet makkelijk af. Laat staan als ik een sport of oefeningen moet doen waar ik, ja, waar ik gewoon chagrijnig van word. Dus zoek iets uit wat je leuk vindt. Dit zijn mijn twee favorieten. Ik ben niet helemaal dood, maar ik weet niet of ik dit al eerder heb gezegd. Elke dag een klein beetje doen heeft zoveel meer effect dan één keer in de tijd heel veel doen. Eerst even eten. Het beste is om een kwartier na je workout meteen al iets van eiwitten, proteïne te eten. Ik heb hier 3 gebakken eitjes met een beetje knoflookpoeder en wat zout. Tada! Er staat er weer eentje in de stijgers hoor. Ik heb me ook weer een beetje normaal aangekleed. Ik heb een rokje aan met pailletten van de H&M. En een trui, volgens mij ook van de H&M, gestreept. Ik ben nog steeds streepjes verslaafd. Oh, helemaal vergeten trouwens. Ik heb weer mijn panther nepwens aan eronder. Mijn ouders zijn er en we gaan wandelen in het Amstelpark. Naar mijn mening het mooiste park in Amsterdam. Als je echt een rustige, nou het is niet zo rustig, maar als je echt een mooi park wil bezoeken in Amsterdam, dan moet je echt naar Amstelpark. Het is zo chill daar. Ik heb even niet over lunch nagedacht, aangezien ik elke keer toch op straat had. Dus ja, ik heb nu even een pak rijstwafels meegenomen. En die ga ik gewoon eten totdat ik geen honger meer heb. En dan later, wanneer ik terug thuis ben, dan ga ik meer eten. We zijn weer terug en ik heb me even lekker omgekleed in super comfy kleding. Ik ga eindelijk eten met 3 rijstwafels, hutkezen en een avocado. Later ga ik ook nog koken, ga ik linzensoep maken, super lekker. Maar eerst een dutje. Het is 7:30, ik ben weer wakker. Ik heb niet echt geslapen hoor, gewoon een beetje met mijn ogen dicht gelegen. Dat is ook lekker. Ik ben nu linzensoep als avondeten aan het maken en tussendoor snack ik ook even met popcorn omdat ik best wel honger heb. En het duurt nog even voordat die soep klaar is. Maar popcorn is helemaal prima. Mocht je trouwens linzensoep niet lekker vinden, dan kan je elke andere soep maken die je lekker vindt. En het recept voor deze linzensoep, die heb ik hieronder gelinkt. Terwijl de soep kookt, ben ik me nog even aan het klaarmaken voor onze eerste date night alweer. Ah, ik heb me even omgekleed. Ik heb dit jurkje aan. Hierachter zie je nog zo'n topje eronder aan. En het is gewoon een, nog een topje eronder aan. En het is gewoon een kort zwart
strak jurkje. Ik doe daar zo meteen hakjes onderaan. Ik vind het nog vrij koud buiten, dus ik heb ook meteen even een maillot aangetrokken. Ik heb even mijn make-up ook bijgewerkt. En ik doe zo nog lippenstift op. Ik ga eerst even Dankjewel. Goedenavond. Hi. Vloggen in eigen land is zo raar. Ik heb echt de hele tijd het gevoel van, oh, stel het voor dat ik een bekende tegenkom of dat iemand me ziet filmen of zo. Dat is, ik weet niet, het voelt gewoon echt heel raar. Ook zeker als je van die gewone dingetjes wil filmen, weet je wel, als ze kaartjes afscheuren of zo. Maar je zal ook wel denken, wat de hel loopt je niet te filmen? Oké, maar ik zet door, want ik vind het wel echt heel leuk om te doen. Maar ik moet me wel even over de gêne inzetten. Oh, trouwens, I'm proud to report dat Stefan en ik dik op tijd zijn. Ze moesten zelfs kijken of de zaal open was. En we waren wel super aan het haasten, maar de tram was gewoon veel sneller. Dus yeah, winning in life. Wij zijn weer terug en ja, het was wel een leuke film, maar eerlijk gezegd gewoon een verlengde aflevering, om het zo maar te zeggen. Het einde is wel heel tof. Eindelijk, eindelijk. Maar ik ga het niet verklappen. Yeah, ik ben weer zo fresh en zo clean. Ik ben best wel moe, maar ik wil toch eventjes uit dit boek lezen. Het is echt een goed boek. Het gaat over journalistiek en hoe die beelden uit het Midden-Oosten laat zien in onze maatschappij. En over de Arabische wereld, voor zover je kan spreken van één Arabische wereld. Mocht je ooit iets met media willen gaan doen of journalistiek of PR of whatever. Ik heb 6 jaar in de PR gewerkt, dus ik weet wel hoe onze media werkt. Dan is het echt een fantastisch boek. Ik vind hem nu al helemaal goed. Ik heb nog niet eens zo heel ver gelezen. En dan Dukken. Dus ja, ik kan de vlog eigenlijk nu al afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je mijn eerste volle dag in Amsterdam ook boeiend vindt om te zien. En de eerste dag van de clean 6-daagse. Als je geabonneerd bent, dan zie ik je natuurlijk morgen weer. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, oh my god, de clean 6-daagse. Daar wil ik meer van weten of daar wil ik meer van zien. Klik dan hier om je te abonneren. En mocht je benieuwd zijn wat er de afgelopen 5 maanden is gebeurd in mijn leven en hoe ik tot zover ben gekomen, dan kan je hier alvast de vorige aflevering bekijken. En daarmee kom je ook bij de afspeellijst van alle travel vlogs en vlogs, basically. Maar ik ben op reis geweest, dus daarom waren de travel vlogs. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.